Yes, William, shake it, William. Je bent naar de film geweest van Michael Jackson? Ja, dit is het. Hoe was de film? Indrukwekkend. Echt indrukwekkend. Wat sprak je het meest aan? Nee, maar de meeste dat ik deed, ja, hij is gewoon de grootste artiest wel. Zonder hem hadden wij niet zo shows van andere artiesten kunnen zien of beleven. Hij is gewoon de man. Hij is gewoon de man. Hij was gewoon heel trolig hoe hij alles corrigeert, alles op. Ja, hij doet alles. En dat zie je ook niet. Hè. Die alles, die dingen, hoe hij dat wil, precies wordt gemaakt op contra de show en alles. Ja, is gewoon sterk. Ik heb de film nog niet gezien. Is het nu gewoon een sterke organisatie of is het manipulatie? Nee, dat is gewoon hemzelf. Dat zie je. Alles qua wat hij doet is gewoon hemzelf. Moet je dan gewoon alles strak organiseren om jezelf te kunnen zijn? Ja. Hoe wij dat hebben gedaan is gewoon. Is gewoon. Zo'n gedeelte van een show, zeg maar, dat zie je niet. Je denkt dat ja, de artiest komt, ja, die traint alleen zo. En ja, alles andere, alles wat gewoon met die muziek, alles wordt geregeld en zoiets. Maar ja, hij regelt alles zelf: de beat, de moves, alles hoe hij wil dat gaan worden op de show. Alles zie je, dat is gewoon geweldig. Is gewoon waar te zien. En is ook gewoon een andere kant van hem te zien. Hè? Omdat je bent gewoon in de media gewend om hem te zien. Over, hij is een gekke man. Ja, die doen niet. Maar dat vind ik niet. Ik heb wel een grote respect voor hem. En wat mensen niet, denk ik ook veel mensen. Ja, ik vind het gewoon jammer dat wij mensen altijd die negatieve beeld van iemand altijd moet eerst laten zien dan de positieve. Hij heeft zoveel gebracht aan de wereld, dat, maar er wordt nooit over gesproken, maar het is altijd over, ja, hij is pedofiel of hij doet dit, nee. Hij is, en dat over gebied dat hij is pedofiel, daar geloof ik niks van, eerlijk gezegd. En mensen moeten ook een achtergrond van iemand kennen, en als je ziet die achtergrond van Michael, als jij vanaf je vijfde alleen maar bent gewend om muziek te maken, muziek te maken, ja, daar heb je geen childhood. Sorry. En dan ook kom op een gegeven moment dat wat jij, when you lose your childhood, dat jij wil ook iets wat doen om dat terug te gaan. Ja. Daarom denkt hij dat vaak ook doe die dingen met kinderen, maar ik denk dingen die niet kunnen vinden. Heb je qua muziek van Mark, heb je gewoon alles thuis, alles op cd? Oh, ik heb alles. Willem ook is trouwens ook een fan van Michael. Hè? Willem Jans, ja. Die staat in de kleedkamer en doet die zijn Michael moves. Je moet hem vragen, ga je even. Wat? Hij wil een paar Michael moves. Wie? Jongen. Is hij hier? Ja, ik wil een half uur met hem praten. Nee, Michael is een topartist. Wat is hij hier? Ja, hoe ga je, hoe kom je, als je die film gezien hebt, hoe kom je uit het theater? Heb je dan zin om uit te gaan? Heb je zin om te dansen? Of is het zo overweldigend dat je gaat over nadenken? Nee, maar je krijgt ook weer, maar je krijgt voor mij. Zie je de andere kant van hem. Huh? En dan. En dat is wat mij aanspreekt. Hè? Omdat media en zoiets, iedereen creëert een beeld van iemand zonder dat mens te kennen. En dan gaat ze het vanuit dat ja, hij is zo, hij doet het zo, snap je? Hij is zo. Hij wordt gewoon gestempeld zonder te kennen. Maar dan ziet misschien mens andere kant van hem of praten zij met hem en dan veranderen zij heel snel beeld. Oh, hij is er niet zo, hoe heb je gedacht? En dan heb ik van zoiets, ja, maar hoe kan je iemand gewoon maar zo oordelen zonder te kennen? Omdat jij wat iets van hoort. En jij weet, en ja, daar vind ik niks van, snap je? Ik heb liever dat ik iemand niet ken, dan verhalen te geloven dat hij sowieso. Omdat voor mij klopt dat niet. Is dat in het voetbal ook niet zo? Ja, in het voetbal is het altijd zo. Speciaal voor voetballers. Omdat ik denk dat vaak ook mensen niet hebben. Mensen hebben niet over het mensen. Is gewoon, ja, de voetballer.
ook gewoon de voetbal. Maar... Neem nou jezelf. Je bent toch gekke pa soms. Ja. Terwijl ze weten eigenlijk niet hoe je dan zelf bent. Nee, ja, oké. Maar dat is wat ik zeg. De mensen zien mij in het, op het veld of ik doe wat is. Is omdat ik ben een spontane jongen. Wat ik voor voel te doen, dat doe ik op dat moment. Maar dat betekent niet dat ik ook zo in het leven ook zit. Snap je? Maar dat is ook dat is ook wat die balans voor die mensen. Omdat mensen ziet wat iets misschien op televisie of zien. Dus zijn mij één keer vechten in de kast. Dan denken ze, ja, hij is gewoon gek en ja, hij doet dit ook niet. Maar dat is hoe zij over mij denkt. En dat is niet om mij wat dat beeld te veranderen. Omdat dat heb ik. Dat, ik zeg altijd, als jij mij lang niet meer kent, ja. Dan wie ben ik om jou je oordelen te veranderen of zoiets. Als iemand al jou beoordeeld heeft, ja, dan heeft hij dat gedaan, klaar. Ja. Is gewoon zo. Die Michael Jackson, wat zijn je favoriete nummers van Michael? Nee, Michael... Gewoon het hele repertoire of zeg nee, maar, die, ja, in een bepaalde stemming moet ik gewoon deze kijk, muziek horen? Nee, maar kijk, bij Michael maakt hij alles in de cd zijn gewoon goed. Zijn gewoon goed. Dus, als je ziet bijna alle artiesten die nu, dat ze, daar hebben ze wel iets van Michael overgehaald. En hij is gewoon die nummer 1 klaar. Is niet, niemand staat naast hem, niemand is naar boven, niemand, ja, is gewoon doen. Nou, dan durf ik toch de vraag te stellen, Prince? Nee, Prince is een goeie, maar Prince is niet, nee. Michael is Michael, ik zeg Prince of Prince. Jawel, Prince is Prince, maar ja. Als Prins dood gaat, denk of kijk nu, Michael, hoeveel mensen stonden zelf, ik zag het zelf in CNN, in gevangenis in Filipino of zoiets, hadden zij gewoon een show. Ja, ik heb gezien die dans, ja, die dans. Die dans, jongen. Die kun je op YouTube, ja, gewoon zo uit een gevangenis. Was op Thriller, geloof ik, hè? Dat ja, was, dat ja. Vind ik het knap. Als je zoiets op in een gevangenis zo, dan zie je het hoe... Mensen tribuut geven aan Michael, ja, is gewoon geloof. En nu dadelijk zei je gisteren op televisie dat zij ook een nieuw dansshow gaan maken, Move Like Michael. De Belgische WT4. Zo wat een soort als, so you wanna be a popstar? En dan ja, soort of zo de pop eigenlijk, like maar Michael. Nu is meer gewoon Move Like Michael. Ga je meedoen? Nee, ik niet. Helaas. Oké. Okay. Nee, hij doet wel, ja, dan is zijn broeder en ook zijn choreograaf die de show gaat houden, dus ik ben benieuwd. Oké, okay, pa, bedankt. Graag gedaan, Tief. Dus, dankjewel.